staat er dus heel erg leuk bij, dat kleurtje. Nou, dat is dit, hè, dat bloemetje. Ook aan die kant allemaal gezelligheid. Ze drinken hier en daar een wijntje. Zo, lieve vrienden, het is vandaag alweer een zaterdag 15 mei en we leven om 13:54. Karin en Roderick die zouden vandaag eigenlijk langskomen op een bliksembezoek, maar dat gaat helaas niet door. En ja, we weten het, mijn schoonzoon die heeft veel pijn. Ja, dan kan het de ene keer wel, de andere keer kan het niet, punt. En ook zijn er andere dingen wat niet hoefde te gebeuren en hebben ze het maar uitgesteld. Tot een andere keer, ja. Ik heb dus mijn spijkerjurk weer aan met dat borduursel erop. Ja, nou diezelfde kleuren zitten ook in mijn nieuwe legging. Het staat er dus heel erg leuk bij, dat kleurtje. Nou, dat is dit, hè, dat bloemetje. Ja, en er zitten meer dingetjes in. Nou, hartstikke leuk. Ben er blij mee. Het staat heel erg leuk, vind ik zelf. Maar ja, wie ben ik, hè? Ja, jullie kunnen wel afschuwelijk vinden, maar het is ieder zijn eigen smaak, toch? Ja. Ik ga zo met mijn hondjes lopen. En ik denk dat ik even een rondje stad ga met ze over de markt. Ik weet het nog niet. Ik ben ook zelf niet helemaal in orde. Ik heb weer gisteren met de tuin bezig geweest, dus weer heel veel gedaan. En te veel voor mijn lichaam, want het zijn eigenlijk dingen wat ik niet meer mag en kan. Maar ik doe het toch. Ook al kan ik het niet, al mag ik het niet, ik doe het toch. Want ik kan het verder wel, ik kon het vroeger ook. Maar mijn lichaam die zegt van je mag het niet meer en je kan het niet meer. Dus moet je het ook niet doen. Maar ja, het zal wel moeten, want een ander doet het niet. Nee. En ik heb ook geen kaboutertjes om de hoek staan te wachten van krijgen we een opdracht of zo. Nee, ik niet. Misschien jullie, maar ik niet hoor. Nee, ik moet toch echt zelf doen. Dus ook niet een buurman die dat voor me wil doen of wat dan ook. Ze hebben allemaal een eigen leven. En gelijk hebben ze ook aan één kant. Ja. Vroeger was het wel heel anders hoor, de mentaliteit. Ja, dan was het alle voor één en één voor allen, weet je. Dan hielpen ze elkaar, ze kwamen bij elkaar op een bakkie. En, nou, en dan ze dan kon verder gedronken. Nou, we gaan weer verder op buurt voor je. Nou ja, oké, hè. Leuk was het toen, maar nu? Oh nee, ze zien je amper staan. Ja, ze zien je amper staan. Er zijn maar een paar buurtjes ja, die zeggen van, hey, hoe gaat het, et cetera. Maar ook die hebben hun eigen leven. Dus ja, dan ga je het ook niet aan vragen of wat dan ook. Omdat dus, ja, ook met kinderen hebben ze, nou ja, de kinderen vragen ook hun aandacht, weet je. Dus ja, en vooral in deze tijd. Dus, maar oké, ik wens jullie wel ook een welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit met de ratel in je. Maar ik wens jullie niet eens iets welkom. Een vogeltje op dak, mag dat niet, Rijke? Maar in ieder geval, ik wens jullie van harte welkom bij een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Jullie weten al wat voor dag het is, dus dat hoeft niet meer. En ik zou zeggen, geniet van het vreemde weer. Dan weer zon, dan weer fris, dan weer benauwd, dan weer bewolkt, dan weer een buitje. Krijg van ons wat cadeau. Maar dat moeten we kunnen accepteren, toch? Zeggen, geniet daarvan en doe je ding wat je doen wilt en doen moet. Ik ga het ook doen en ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot later. Doei! Lieve vrienden, moeten jullie nou eens zien hoe gezellig het is. Vol drukte, terrassen vol drukte. Heerlijk, dit is weer ouderwets gezellig. Ook aan die kant allemaal gezelligheid. Ze drinken hier en daar een wijntje en een biertje, weet ik veel, koffie. Ze zitten te eten, noem maar op. Het is een en al gezelligheid. Dus daar hou ik van. En mijn meisjes, de meisjes, onze meisjes,
Hé, die zijn hier, hè? Kom eens even hier. Ga maar zitten. Oh, nee, niet zitten. Moet je niet zitten, Rijka. Och. Maar in ieder geval, ik heb ze kort. Want ik loop zo meteen daar ginds over de markt heen. Dus ik heb ze ingekort. Ja, een heel eind. Moet ook wel, maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn net weer thuis. Ja, Elwing ligt lekker naast me. Rijka ligt buiten op de ijzeren plaat. En ik ga zo meteen een bakje koffie maken, want daar ben ik wel aan toe. En ik heb het ook wel verdiend, dacht ik zo. Lekker koekje erbij. Ja, zo'n oranje koekje. Weet je wel dat ik jullie gisteren liet zien? Nou, lekker. Ja. Als je niet meer weet, kijk je maar terug naar de dag van gisteren. Ja, kan er niks aan doen. Maar ik ga het niet weer vertellen. Nee. Eén keer vertellen is genoeg. Ja, toch? Dus ben je nieuwsgierig, dan kijk je mijn vorige vlog ook maar. En blijf je nieuwsgierig, kijk je de rest ook maar. Ja! Wie ben ik om je tegen te houden? Dat mag allemaal. Maar oké, lieve vrienden. Ik ben weer thuis. Ik ben blij dat ik thuis ben. Ik wil namelijk straks ook nog lekker even kokerellen. Maar ik moet eerst bijkomen. Dat doe ik met mijn spelletje. Want dat staat er nog steeds voor. Ik niet weg. Hoe noem je dat? Niet afgesloten. Ik denk, loop maar lekker verder. Ja, het loopt sowieso wel verder. Want het gaat ook door terwijl je hem afsluit, hè? Ja. Dat komt allemaal wel goed. Want anders kan een vliegtuig na 4 uur niet terugkomen, weet je. En de treinen net zo. Dus, en het vee, ja, alles gaat gewoon door. Geen probleem. En zulke soort spelletjes zijn er meer, die gewoon doorgaan. Maar ja, je normale leven gaat ook door, ja. Dus dat moet je gewoon doen. Dat is ook belangrijker dan een spel. Maar ja, ik ga nou eens lekker bijkomen met een bakkoek en een koekje erbij. En dan ga ik van genieten en dan heerlijk, even rustig. De deur is wagenwijd open. En niemand, de schuttingdeur is ook open, dus komt er onverwachts al iemand. Nou, dan zijn ze welkom. Ja toch? Ja. Ik ben altijd vriendelijk tegen iedereen, maar zijn ze het niet tegen mij, dan ben ik het ook niet tegen hun. Want wie kuilgraaf voor een ander valt er zelf in. Ja toch? Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Zeg genieten. Lekker genieten. Doei, doei.